Ik heb een zwarte bier. Maar geschreven in oude Nederlands. Kijk, dit is de stuff. Oh, dat is nice. Ja, dat is strong. Kan ik er weer? Ja. Oh, look at this. Oh, it's beautiful. it's normal. It's beautiful. Als elke keer als ik hem weer zie, denk ik, oh ja. 60 horsepower. But look at this. This is wonderful. But at 250 turns per minute. How many? 230 RPM. Sorry? Yeah. 60 horsepower. Yeah. At 250 RPM. There's 250 rounds per minute, so very slow. Very slow. But 60 pk? Yeah. Maar je zou zeggen veel meer. Nee, ja, het is een koppel. Je hebt een enorm koppel. Oh ja. And what is this? Is this cooling? That's the cooling system. Cooling, hydraulic. I have changed something. Is I have more changed the cooling. Dus ik heb het koelwater veranderd. Het was een buitenkoeler. Ja. En ik heb een gesloten koelsysteem. Met een warmtewisselaar. Ja. En waar is het warmtewisselaar? Is dat... Oh, dat zwarte ding. Ja. Ja. En ik koel mijn olie apart. Want ik heb natuurlijk plunjerpompen nog. Dit zijn twee plunjerpompen. Onderin, kijk. Die blauwe. Oh ja, die hebben die met de bloemen. Dit zijn mijn plunjerpompen. Kleuren. Oil. Dus pomps. Oké. En die... En die pompen het koelwater van buiten via mijn oliekoeler zo er weer weg. Mijn motor koel ik apart over hem. Oh. Ik heb alles schoongemaakt, helemaal uit elkaar gehaald. Dus dat is wel niet origineel? Nee, dat is niet origineel. Nee, maar het origineel is met deze twee door de motor. En dan heeft alles gekoeld? Ja. Ja, maar dat was niet genoeg? Nee, maar jawel, maar weet je... Hij werd nooit mooier dan 40 graden. Mijn motor wordt 60 graden. Ja. En dan kan ik mijn olie apart regelen. Okay. Een warme motor slijt veel minder. Oh, ja. Nee, snap ik. Nou, dit olie is hydraulic oil of speciaal coolant oil? Nee. Oh, koelwater? Dit is water dat hier doorgaat. Dit is gewoon water. Oké. Maar dit is zo mooi. Beautiful. Ja, hij is er niet morgen, hè? Nou, ik kan zien dat je het heel veel geliefd hebt. En dit is de hydraulic motor? Dat is vet. Oh, dat is just fat. Fat. Shit. Voor de as. Schuurwas. Oké. Oh. Dit is een keerkoppeling. Ja. Welkom voor je starten. Oh, are you serious? Only if you want to, but it's just... Nou, gaaf het zijn. Oh. Dan moet ik eerst, heb ik even tijd, toch? So, kan je zeggen wat je aan het doen bent? Olie. Oké, en waarom... Olie. En dat is olie voor... De tuimelaars. Oké. Omdat dat gaat snel weg, of? Nou, je smeren, dat is hele lichte lagertjes zitten daarin. Maar dus als je dat niet doet... Dan slijt je. Oké. Alles is brons, hè? Oh, of course, natuurlijk. Ja, maar ik moet dus veel smeren, hoor. Wow, dit moet je allemaal herinneren. Ja. It's like a pre-flight checklist. Fuel?
En dat is? Oliedruk. Dat moet je manually doen? Oliedruk, ja. Nee, je moet dat omdraaien? No. Oké, dat doe ik zo. Stand zetten. Stand zetten. Oh, je moet de fijn. In position. En hoe weet je wanneer het... Hier. Oh, oké, ja. En wat zijn die knopjes voor? Dat zijn mijn kliplichters. Kliplichters. De valves. Start these. We got beautiful diesel reefs in here. That's love. Everything.
met Mr. Pepper. Ja. Mr. Pop, over daar. Dan ik een cake. Dan ik jou uit in de man. Ah, oh. This is a beautiful engineering. Everything. Everything from this to... It's beautiful. Now this is your gear lever. So when you put it into gear... This magnetic steering. Pneumatic steering. Can I... outside? No. So this is the compressor that's used to fill the air tank, and that compressor drives this piston. Basically, that moves the drive shaft, that moves the flywheel, that creates the compression, and then boom. Dat is een van de mooiste dingen dat ik heb gezien in de laatste paar maanden. Dat is echt zo. Hoeveel tijd heeft u hier nog gewerkt? Hoe heb je het gestopt? Hoe heeft u het gestopt? Gewoon... Met de regulator. Dat is de brake. Ja. Maar do you stop it by just cutting the fuel? Ja. De regelaar. Oh, dat is de regulator. De regelaar. Nee. Oh. Then you can move them. So is that the same thing that's controlling the accelerator? Yeah. Here the weights, here the turning around. Yep. And it's a stationary motor. Okay. Yep. And what's this lever here for? To start. Give the air. Oh, that's the air. Yeah. Unbelievable. Sir, what a baby. Als je wil varen, ja. Dan moet je maar een keertje komen. Oh, dat zal ik echt wel willen doen. Dan kom je en dan... En hoe vaak gaat u met het boot zeilen? Oh, alleen als ik zin heb en als er iemand zin heeft. Ik ben nog steeds bezig met verbeteren. Ik heb ook een oplossing voor dit nodig. Nou, ga ik weer even terug.